Maar waar ik echt in geïnteresseerd was, was receptie. Want het is toch een beetje een bizarre literatuur, het is laag gewaardeerd, het is genre literatuur. Dus een formule, een vast formule, ieder boek weer hetzelfde formule. Ook een negatieve representaties van de lesbienne, omdat het jaren 50 was, Koude Oorlog. Allerlei bevolkingsgroepen werden niet geaccepteerd. Onder andere de communisten, ook de joden en zeker ook de homoseksuelen. Ja, dat was geen vrechtje. En in de media werd dat gecensureerd, tenminste de positieve geluiden werden gecensureerd. Dus ja, ik vroeg me af van ja, hoe lazen de lesbische vrouwen dat dan? Het is toch anders. In de lesbische romans, vooral in de jaren 50, is het girl meet girl. Die krijgen een relatie, maar het moet geheim gehouden worden, want de maatschappij die accepteert het niet, en anders dan word je een social outcast. En dan uiteindelijk komt het geheim toch uit en dan wordt de onschuldige lesbienne gered door een man. Dat houdt ze meestal ook nog eens mee en zo, want dan verandert ze toch naar een heteroseksueel. En de echte lesbienne die pleegt zelfmoord of die komt in gesticht terecht. Oh, dat is eigenlijk een heel tragisch verhaal. Zeg maar, waarom ze dat naar zich toe trekken van nou, dit is onze literatuur, terwijl het in eerste instantie van hetero literatuur was. In de zin van heteroseksuele mannen die de boeken vooral lazen. En dat dan toevallig lesbische dames er ook aan die boeken gaan. Ja, dat was dan toeval, zeg maar. Dus dat er toch binnen de lesbische gemeenschap ook het gevoel is van wij moeten een eigen geschiedenis opbouwen. En dat moeten wij ook verdedigen. En dat is ook weer een discussie die hier dus heerst. Van ja, lesbische pil, dat is trash. Niet iedereen wil ermee verbonden worden. Van in hoeverre kunnen we dat plaatsen binnen dat erfgoed? Legitimeren. Legitimeren is een grote discussie daarin. Ja, in de kamer.